De politie heeft vandaag opnieuw onderzoek gedaan in de buurt van de Koolse Watermolen in Tongeren. Gistermiddag werd daar een stoffelijk overschot gevonden. Het lijk verkeerde in verregaande staat van ontbinding. Het is nog niet duidelijk om wie het gaat. Volgens de politie is het nog te vroeg om te zeggen dat het om een misdrijf gaat. Het stoffelijk overschot is naar het ziekenhuis gebracht voor onderzoek.